Ja, gevlacht voor buitenspel. Ik denk dat die paas iets later had moeten komen. Of de speler voor wie de bal bedoeld was, had snel moeten terugkomen. Het is mooi bekijkt. Jensen. Nog steeds in aanval. En een schot op doel. Hij laat gewoon geen doelpunt toe. Bal wordt voor het doel gebracht. Uitstekende ingreep van die sluitpost bij de corner. Zerouki. Na die tackle is hij de bal kwijt. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Balverlies hier voor Feyenoord. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Dat is nog een keer verdedigen. Dat is een kunst. Gaan we nu een counteraanval zien? De verdedigers schakelen niet snel om. Hij moet hem maken. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Die speler moet vervolgens wel hard werken om aan de bal te blijven. Want hij wordt min of meer onder de voet gelopen. Maar op de een of andere manier blijft hij toch staande. Dat is heel knap gedaan. En weet hij ook nog de doelman te passeren. Magnifiek. Tony. De bal wordt geraakt. Schot wordt goed geblokt. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Pauze op Old Trafford. Voor rust zagen we Feyenoord aan de leiding komen. Eens zien wat deze tweede helft ons brengt. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Nee, de tegenstander. Mooie plek voor een vrije trap hoor. Kan gevaarlijk worden. Och, jongen. Neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij hem totaal verkeerd. Laten we het daar maar op houden. De deal is inmiddels rond. En het is officieel naar buiten gekomen. Arsenal heeft een speler gekocht. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben, hoor. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. En ze blijven maar doorgaan met scoren. Hiermee helpt hij zijn ploeg aan een riante voorsprong van 3 goals.
Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler erin werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. De bal rolt weer. En Feyenoord kan de score nu verder gaan opdrijven. Die ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Gele kaart! Ja, dat kun je verwachten. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Een kans op een counter. En hij komt eruit met de bal. Wat een prestatie hier. Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Nu raak je hem kwijt. Daar had best voor gefloten kunnen worden, maar het is voordeel. Wieter herstelt de eerdere beslissing. Geen voordeel, maar een vrije trap. Ja, maar bij de vorige harde overtreding had de scheidsrechter hem alleen gewaarschuwd. Ja, en als je het dan nog een keer doet, dan kun je gewoon niet klagen dat je geel krijgt. Optelsom. Calvin Stengs, een kans om te scoren. Oh, en ook die zit. Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Nou, laten we deze nog eens terugkijken, zie je. Wat een solo. Ja, prachtig. Iedereen wordt te kijk gezet. Het is één grote show. En dan ook nog afronden zo'n actie. Grote klasse. Goeie tackle en bal terug in bezit. En daar is een overtreding door de speler van Feyenoord. Redding en bal geklemd. Boutje, bedankt. Van die keeper. Dit moet een doelpunt worden. Nu dan misschien. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Henry. En dan Tony. Maximovic. Jensen. Hij weet hem te onderscheppen. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Ja, daar is hij. Doelpunt! Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keren bij het doel van de tegenstander. En zo leidt dat dan tot het doelpunt. En dan levert Feyenoord dus in. De speler wordt geholpen.
En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En ze kunnen meteen weer aanvallen na die ingreep. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Ja, goal! En wat zijn ze op dreef vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Dat is een bijzonder slot. Nu is hij hem kwijt. Oh, wat een kans! Schitterende redding. Vlekken. Ze raken hem niet aan, dus doeltrap. Als je als doelman op de bank zit, zijn dit de momenten waarop je je kunt bewijzen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. De dreiging houdt nog even aan. Die bal wordt nu weggewerkt. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. De bal op eigen helft heroverd. Hickey. Jensen. Maximovic. De paas kan niet onderscheppen. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Nou moet je natuurlijk wel de bal in de ploeg houden. Dit kan een moment zijn voor een counter. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Oh, hij gaat er langs. Uitstekend gepakt door de keeper. Wat een redding. Tijd om te wisselen, zegt de coach. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nee, er zit iemand tussen. Het verkeerde been gezet. Geblokkeerd, maar nog steeds gevaarlijk. Zo'n wilde sliding, is dat nou nodig? Nou, ik weet het antwoord wel. Het antwoord is niet slim. En ook nog in het 16 meter gebied. Ze heroveren de bal. Laatste minuut van de reguliere speeltijd. En hij komt eruit met de bal. Wat is hij van plan? Prima actie van de keeper. Kan die het gevaar bezweren? En we zijn uitgespeeld. De winst gaat vandaag naar Feyenoord. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien.